In enkele rusthuizen zijn er problemen met de pasgeleverde testkits waarmee bewoners getest worden op een mogelijke coronabesmetting. Verschillende artsen melden dat. Dat is zeer oncomfortabel voor de mensen zelf, maar dat kan ook de kwaliteit van de staalname dusdanig beïnvloeden dat ook het resultaat van de staal niet meer betrouwbaar is. De 3 miljoen mondmaskers die vrijdag uit China zijn aangekomen, zijn door de overheid afgekeurd. Ze voldoen niet aan de kwaliteitsnormen. Problemen met de testkits en met de mondmaskers. We vragen tekst en uitleg aan de bevoegde minister, Philippe de Bakker. De Veiligheidsraad komt pas woensdag bijeen. Dan weten we of de maatregelen na de paasvakantie verlengd worden en voor hoe lang. En in het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal doden fors toe. De toestand van premier Boris Johnson verbetert wel. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Goedenavond. Een bijkomend probleem voor de woonzorgcentra, waar ze het nu al zo moeilijk hebben om de coronacrisis te bestrijden. De beloofde testkits die de federale overheid heeft geleverd, blijken niet allemaal in orde. In verschillende pakketten zit een handleiding die niet overeenkomt met het type wisser dat in de testkit zit. Hier en daar zijn de tests daardoor verkeerd gebruikt, extra pijnlijk voor de patiënt en mogelijk is het resultaat ook onbetrouwbaar. Ringraam, diep genoeg, naar van achter, paar keer draaien en terug. Zo moet een coronatest gebeuren via de neus. Maar in verschillende testkits die naar de woonzorgcentra zijn gestuurd, zat dikker afnamemateriaal, bedoeld voor een test via de keel. Wel, wij kregen in de loop van de dag van verschillende van onze woonzorgcentra signaal dat het afnemen van de stalen moeilijk verliep en pijnlijk verliep bij de bewoners. We hebben dat dan verder onderzocht en hebben moeten vaststellen dat de staalnaamapparatuur die geleverd is, niet de juiste handleiding gekregen heeft. Een test via de neus is sowieso al onaangenaam. De foute tests waren dus nog pijnlijker. Maar ook het resultaat ervan is blijkbaar niet zeker. De specialisten zeggen ons dat als een test wordt afgenomen met de verkeerde techniek, dat dat de kwaliteit van de testafname slecht kan beïnvloeden en dus ook slechte resultaten kan geven. We zullen moeten afwachten wat de analyses in de labo zeggen over hoeveel testen er daardoor onbetrouwbaar geworden zijn. Hoe groot het probleem precies is, is niet duidelijk. In elk geval zijn verschillende woonzorgcentra al gestopt met de broodnodige tests. Wel, uiteraard moeten wij nu zo snel mogelijk onze woonzorgcentra de juiste techniek doorsturen. Dat is vandaag meteen gebeurd, zodat de testen nu op de correcte manier kunnen gebeuren. We zullen die informatie uiteraard ook delen met onze federale collega's en onze collega's in Brussel en Wallonië, zodat de testafnames die nog moeten gebeuren met de correcte techniek kunnen gebeuren. Bedankt. Ja. We gaan door. Ja. Cathy Allard van onze wetenschapscel. Ja, dat zijn toch bizarre toestanden. We hebben allerhande verhalen gehoord, hè, daarover vandaag. Vertel eens. We hebben uitgebreid rondgebeld met woonzorgcentra en er zijn er die dat op tijd hebben gezien. Anderen hebben het niet op tijd gezien en blijkbaar is het niet zo dat dat heel makkelijk te onderscheiden is, die twee soorten tests. Dus het is zeker niet zo dat artsen onachtzaam te werk zijn gegaan. Maar hier en daar zijn de tests dus wel verkeerd gebeurd met die bredere wissers die enkel bedoeld zijn om die test te doen in de keel, die wel degelijk gebruikt zijn voor de neustest. En dat is in veel gevallen heel pijnlijk voor de mensen. En hier en daar is ook sprake van neusbloedingen. Nu, we hebben aan verschillende mensen gevraagd om te getuigen daarover in ons. Hoe dit verloopt is echt niet oké. Dit is in gespreide slagorde, zonder overleg. En eigenlijk wat mij nog het meest stoort, is eigenlijk zonder begrip voor de situatie waarin wij als woonzorgcentrum momenteel functioneren. Het lijkt een oorlogstoestand. En dan om de oren geslagen worden met handleidingen allerhande, met moeilijke procedures en wat weet ik allemaal, dit hadden we echt wel op een andere manier verwacht. Dit is niet wat het had moeten zijn. Ja, dat was iets te snel gestart, die getuigenis. Maar het is wel een anonieme getuigenis van iemand in een woonzorgcentrum. Ze willen er liever niet over praten. Nee, we merken dat bij veel woonzorgcentra toch het water min of meer aan de lippen staat. Er is al heel veel
gedoe geweest rond beschermingsmateriaal dat er niet voldoende was, dan wel of geen testing in de woonzorgcentra, dan testen die er waren beloofd en er toch niet op tijd kwamen. En dit is het zoveelste op rij eigenlijk. We merken ook dat in veel van die woonzorgcentra de mensen echt vermoeid raken, dat die echt zo op de grens van... ja, van overspannenheid toch wel terechtkomen. En ze willen ook vermijden dat ze echt in die discussie terechtkomen van wie is hier verantwoordelijk voor? Ligt de fout bij de federale overheid of is er op Vlaams niveau iets fout gegaan? Die mensen willen nu vooral geholpen worden. Ja, ze willen vooral hun werk in alle rust kunnen doen. Toch nog één vraagje, Cathy. Hoe gevaarlijk is dat wanneer zo'n wisser verkeerd gebruikt wordt? Eén voor de keel in de neus, om het zo te zeggen. In principe is dat niet zo heel gevaarlijk. Al kan er wel schade ontstaan in die neusholte, is ons verteld. Maar het is natuurlijk wel... Het is pijnlijk, heel pijnlijk. En het is bekend dat die neustesten dat die al bijzonder onaangenaam zijn. Maar als die ook nog echt pijn gaan doen, dat kan niet de bedoeling zijn van zo'n test natuurlijk. Nee, zeker niet. Dank je wel, Cathy, alleszins voor deze uitleg. En ook in een woonzorgcentrum in Bierbeek in Vlaams-Brabant zijn de foute kits geleverd. Zij kregen niet de lange staafjes die via de neus gebruikt worden, maar wel kortere, dikke staafjes die via de keel moeten gaan. Maar het zorgcentrum gaat ze wel gebruiken. En dan... deze is eigenlijk de dunne die je diep in de neusholte kunt steken. En deze wisser is heel wat dikker en dient dus voor in de keel te steken en eventueel in het begin van het neus. Het verschil tussen de twee wissers is duidelijk zichtbaar. Woonzorgcentrum Dijkenbrug werd uitgeloot om testkits te ontvangen. Maar helaas blijkt de levering en de handleiding dus fout te zijn. Daar moesten ze zelf achter komen. Onze CRA heeft dat meteen ook gemeld. En enkele uren later hebben wij eigenlijk een bijsturing gekregen van... De procedure en heeft men ons uitgelegd dat wij eveneens het konden doen door het helemaal van achter in de keel te steken en dan nadien ook heel eventjes in de neus te steken, zowel links als rechts. Het zijn dus de foute testkits, maar jullie gaan ze wel gebruiken. Wij gaan ze effectief dus gebruiken en men heeft het dus zo snel als mogelijk bijgestuurd, maar eigenlijk had men het niet gezien. Of het foute testmateriaal... De minister die verantwoordelijk is voor de testkits en ook voor de mondmaskers, dat is Philippe de Bakker. En we willen natuurlijk graag weten hoe hij aankijkt tegen deze hele toestandssituatie. En daarvoor gaan we naar Michael van Drogenbroek. Jij hebt de minister bij je. Ja, die staat bij mij, meneer de Bakker. Misschien met die testkits beginnen. De foute testkits, horen we in de reportage ook net zeggen. Wat is daar nu eigenlijk mee gebeurd? Nee, het zijn de juiste testkits en ook wissers die perfect in orde zijn. Alleen was er onduidelijkheid over op welke manier die blijkbaar moesten gebruikt worden. We hebben ook direct rechtgezet. We hebben ook direct een nieuwe communicatie gedaan naar de mensen op het terrein hoe ze die wissers op een correcte manier moeten gebruiken. Ik betreur zeer wat daar gebeurt. We hebben ook met die nieuwe communicatie alles rechtgezet. En ik hoop ook dat we dat in de toekomst echt kunnen vermijden. Maar die kunnen dus gewoon gebruikt worden, voor alle duidelijkheid. Ze zijn perfect in orde. Ze zijn goedgekeurd door het geneesmiddelagentschap. Ze zijn goedgekeurd door de virologen. Er is ook overleg met de regio's geweest om te kijken hoe dat die moesten naar de woonzorgcentra gaan. Dus we hebben daar denk ik heel kort op de bal gespeeld om dit recht te zetten en naar de toekomst toe echt te vermijden. Ja, iets heel anders zijn die mondmaskers, zeker diegenen die vorige week zijn aangekomen. Een Chinese lading FFP2-maskers, chirurgische maskers, meer dan nodig. Die zijn onbruikbaar? Ja, dus we zitten in een internationale markt waar het soms heel moeilijk is om van tevoren vast te stellen dat we goede kwaliteit hebben. Elk land in Europa heeft dezelfde problematiek. We hebben een procedure in België, als we twijfels hebben, dat we ze opnieuw testen in een Belgisch labo. En die testen zijn teruggekomen gisteren en die waren dus duidelijk niet goed. Kun je daar dus niks mee doen? Nee, ze zijn echt niet goed en dus we hebben die ook afgekeurd. Ik wil niet dat zo'n maskers terechtkomen bij mensen die in de eerste lijn staan. Dat was wel nodig, die maskers. Daar was grote nood aan. Dat is geen goed nieuws, zoiets. Nee, het is echt geen goed nieuws. Het is echt een setback voor het werk dat we hebben gedaan. We blijven ondertussen natuurlijk wel verder bestellen. Zowel chirurgische maskers, ook FFP2-maskers. Is er nu tekort aan die maskers? Ik denk dat we de komende dagen nog zeker verder kan. Maar we moeten echt wel nu kijken hoe we de volgende leveringen heel snel in België kunnen krijgen. Daar doen we ook alles voor om dat in de komende dagen en weken te regelen. We blijven ook volop bestellen in China, maar ook in andere landen, om goede kwaliteitsvolle maskers naar hier te krijgen. Klopt het dat de leverancier van die 3 miljoen slechte maskers, dat daar eerder al eens een slechte bestelling van gekomen is?
Wel, we krijgen heel veel verschillende loten binnen en dat is heel wisselend. En dus de meeste maskers die we kopen zijn van goede kwaliteit, gelukkig maar. Maar soms blijkt er toch een lot bij te zijn dat echt niet van goede kwaliteit is. En die kunnen... leverancier hadden we dus ook al eens een slecht lot gekregen. We hebben daar ook iets mee meegemaakt, maar ik denk dat op dat moment met FFP2 was er een mogelijkheid om die te krijgen. We hebben toch dat gedaan een aantal weken geleden. En daarom dat ik ook die procedure heb ingevoerd om extra te gaan testen, om er zeker van te zijn als ze aankomen, dat ze ook van goede kwaliteit zijn. Ondertussen hebben we ook mensen op het terrein in China die fabrieken gaan controleren en dergelijke meer, zodat we ook zo'n dingen kunnen vermijden naar de toekomst toe. Maar die 3 miljoen maskers die worden weggegooid? We zullen nu aan bekijken. Eén, we geven ze eigenlijk gewoon terug aan de leverancier. En daar is ook een PV van opgesteld om te kijken hoe we dat nu ook via gerechtelijke weg kunnen afhandelen. Ja. Maar moeten die betaald worden tot slot? Maar een groot stuk is van tevoren betaald. Je kan vandaag op de internationale markt geen maskers niet meer kopen als je niet een stuk vooruit betaalt. Dat is ook gebeurd. En we zijn daarom ook via dat PV en via die gerechtelijke weg aan het proberen dat geld terug te krijgen. Maar nog belangrijker is, we blijven bestellen om aan de mensen aan eerste lijn de nodige materialen te bezorgen. Oké, heel erg dank voor die reactie. Philip De Bakker, de bevoegde minister. Die mondmaskers die zijn niet te gebruiken, maar die testkits dus wel, onthoud ik, Annelies. Dank je wel, Michael. Meer beschermingsmateriaal en testkits leveren aan de woonzorgcentra is een onderdeel van het noodplan dat minister Wouter Beke gisteren in werking heeft gesteld. Een ander punt uit zijn plan is om ziekenhuispersoneel naar de rusthuizen te sturen om de werknemers daar te helpen en hen bij te staan met advies en opleiding. Vandaag gebeurde dat onder meer in Tienen. En elke kamer heeft sanitair? Elke kamer heeft sanitair. Oké. In een lege assistentiewoning geeft ziekenhuisverpleegkundige Anita uitleg aan woonzorgdirecteur Geert. Met concrete tips maakt ze duidelijk hoe hier toekomstige COVID-patiënten van het woonzorgcentrum kunnen verzorgd worden. Net zoals in een ziekenhuis komt hier een zogenaamde propere en vuile zone. De propere zone is waar het proper materiaal binnenkomt, waar ook iedereen binnenkomt nog niet beschermd. En vanaf het moment dat we naar de vuile zone gaan, moeten we ons beschermingskledij aantrekken. Dus al wat dit achter de rode lijn gaat zijn, gaat vuile zone zijn. In dit woonzorgcentrum is nog maar één patiënt besmet. Die wordt op een aparte kamer verzorgd. Om verdere besmetting te vermijden, geeft Anita opleiding aan de verzorgenden hier en in 7 andere woonzorgcentra. Hoe op een veilige manier aankleden, masker, schort, handschoenen, bril, gelaatscherm. En hoe op een veilige manier ook het uitkleden. Dus de juiste volgorde en ook zien dat je je eigen niet besmet. En tussendoor ook natuurlijk handhygiëne toepassen. Het woonzorgcentrum is heel blij met de hulp die niks te vroeg komt. Het beschermend materiaal krijgen ze hier pas sinds 2 weken. We hebben leveringen van alcohol gehad. 2 keer zelfs. Gaan we nog een levering van maskers krijgen. Je wordt verwittigd via uw iPhone-toestel. Wat wij wel tekort hebben, dat zijn die FFP2-maskers. Dat blijft een probleem. Gelukkig heeft het ziekenhuis enkele van die maskers kunnen leveren en hebben ze schermen gekregen van een fabriek in de buurt. Daarmee en met het professionele advies van het ziekenhuis hopen ze hier een verdere besmetting te voorkomen. En we hebben Karin Moijkens bij ons in de studio. Welkom, crisismanager. De vrouw die aangesteld is door minister Beke om zijn noodplan voor de woonzorgcentra uit te rollen. Het is de eerste dag dat u aan het hoofd staat van die taskforce. En het is meteen een lastige dag, denk ik. Er is dat misgelopen met die testkits in de rusthuizen. Wat is er misgelopen volgens u? Wel, ik denk dat minister De Bakker het heel duidelijk ook verwoord heeft. In die zin dat de kits op zich zijn niet helemaal fout, maar de handleiding die was meegestuurd, daar is wat mee misgegaan. En uiteindelijk... Uiteraard is dat een hele pijnlijke zaak. Onze woonzorgcentra, het is ook al gezegd geweest, vaak op het scherp van de snee op dit ogenblik staan, die dan geconfronteerd worden opnieuw met een dergelijke problematiek. Het psychosociale welzijn van het personeel zal daar zeker niet wel bij gevaren hebben, ongetwijfeld. Hoe gaan we dit vermijden? Wel, ik denk dat er nu ook al heel snel geschakeld is. Ik denk dat er heel snel opnieuw handleidingen gestuurd zijn. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat we kunnen zorgen dat wanneer er materiaal geleverd wordt, denk maar ook aan de mondmaskers, dat we 100% garantie kunnen geven aan het personeel dat die veilig zijn. Want als we ook daar gaan op inboeten, ja, dan gaan we helemaal hen onder druk gaan zetten. En dat is een absolute must om daar zekerheid te geven aan de mensen. En hoe gaat u dat doen of zorgen dat dat gebeurt? Wel, ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is die opgenomen wordt momenteel door minister De Bakker en zijn mensen, die heel consequent die tests effectief aan het doen
doen zijn. En die op die manier er ook garant voor staan dat wanneer er dan toch een levering is, het materiaal inderdaad correct en kwaliteitsvol is en dus de nodige zekerheid kan bieden. Ja, en dat dat vooraf gecontroleerd wordt dan. Ja. Het zegt ook wel iets over misschien de opleiding van het zorgend personeel in de woonzorgcentra. Ja, ze zijn ook niet vertrouwd met dat materiaal. Het is ook iets wat ze enkele weken geleden al aangekaart hebben. Dat ze daar niet voor opgeleid zijn. Is dat ook een van de pijnpunten die u gaat aanpakken? Wel, laat ons heel duidelijk zeggen dat we een onderscheid moeten maken tussen wat de cure is, dus de echte ziekenhuiszorg enerzijds en de zorg anderzijds. De zorg anderzijds waar we toch willen dat onze mensen ook in een huiselijke omgeving kunnen verzorgd worden. Dat is ook een van de redenen dat we gezegd hebben, we gaan ons vandaag niet enkel focussen met de taskforce op de woonzorgcentra. Want uiteraard staan die voluit in de picture. Ja. Maar we moeten zeker en vast ook oog hebben, evengoed voor de thuiszorg en de thuisverpleging, als voor de sector personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiesector. Ook die zijn allemaal nu betrokken in dit verhaal. En dus we willen met de taskforce ook echt wel zorgen dat als we nu zaken op punt stellen, dat we ook oog hebben voor al die sectoren. Ja. Vandaar dat we ook vertegenwoordigers vanuit al die sectoren vandaag hebben rond de tafel gebracht in die taskforce. Ervoor gekozen hebben om te gaan werken met projectgroepen. Er komen 7 projectgroepen waar we elke dag opnieuw gaan vergaderen. De taskforce komt elke dag in de namiddag samen. In de voormiddag vergaderen de projectgroepen om heel snel op de bal te spelen in de namiddag en heel snel inderdaad naar beslissingen te kunnen overgaan. Ik denk dat het belangrijk is dat we over het materiaal inderdaad de lijn heel goed openhouden met onze federale collega's. Dat we ook heel duidelijk benadrukken, want ik hoor u spreken over een noodplan. Ik hoor dat telkens opnieuw zeggen. Maar laat mij heel duidelijk stellen dat het oneer zou aandoen aan de collega's, zowel van de Vlaamse als van de federale overheid, om te zeggen dat er nu helemaal niets gebeurd is. Mm-hmm. En nog veel meer oneer zou aandoen aan al die mensen ja, op het terrein. Zeker, maar het is natuurlijk wel zo, en dat hebben ze, al die sectoren en de woonzorgcentra hebben dat ook gezegd. Wij voelen ons wat achtergesteld. Voor de ziekenhuizen is aanvankelijk heel veel gedaan, dat is maar goed ook. Maar eigenlijk zijn we een beetje op de tweede plaats gekomen. Dit plan, ik ga het dan geen noodplan meer noemen, moet dat allemaal inhalen op korte tijd? Gaat dat lukken? Ik denk niet dat het een kwestie is van inhalen. Ik denk dat er eigenlijk van, denk maar aan de lockdown van de woonzorgcentra, zoals men het toen heeft genoemd. Men heeft heel snel beslist om te zeggen, we gaan de deuren sluiten voor bezoekers. Dus dat is het zuiverste bewijs dat er eigenlijk heel snel wel geschakeld is. Er is heel veel gebeurd. Het is nu zaak van onze taskforce om te gaan coördineren en te gaan afstemmen over al die sectoren heen. Te gaan stroomlijnen en te gaan zorgen dat er terug rust komt, dat we zekerheid kunnen geven aan de bewoners, aan het personeel. Ja. En dat we hen de helpende hand reiken om te zeggen van kijk, dat zijn nu de lijnen waar we verder in gaan de komende weken. U heeft duidelijk actie ondernomen met dan ook elke dag die vergadering en die coördinatie. En dan hopelijk levert dat ook heel snel resultaten op. Daar bedankt gaan we voor uw komst. Graag. En we hebben ook vandaag weer een nieuwe update gekregen van de coronacijfers voor ons land. Het nieuwe aantal overlijdens ligt hoog. 283 zijn er gemeld, het hoogste aantal tot nog toe. En dat brengt ons op een totaal van 2523 coronasterftes. 459 mensen zijn bijkomend in het ziekenhuis opgenomen. Er liggen nu 5590 patiënten met corona in het ziekenhuis. En 1285 van hen liggen op intensieve zorg. Over de hele periode hebben 5164 mensen het ziekenhuis verlaten. De dalende trend van het aantal ziekenhuisopnames zet zich door, maar we mogen onze greep nog altijd niet lossen, dat zegt viroloog Steven van Gucht. Het is niet het idee om op dit moment al maatregelen te verzwakken. Dat zou veel, veel te vroeg zijn. Aangezien we wel zien dat de epidemie aan het verzwakken is, dat we mogelijk de piek hebben, gezien hebben en dat we de komende dagen, weken misschien in een neerdalende fase komen. Ja, het is nu dus nog een beetje te vroeg om met zekerheid te zeggen dat we de piek gehad hebben en dat we dus maatregelen kunnen afbouwen. Voorlopig gelden alle beperkingen nog tot en met 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. En of de scholen op 20 april weer open kunnen, dat weten we komende woensdag. Want woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. En die zal beslissen of de coronamaatregelen verlengd worden en voor hoe lang.
Ook voor de festivals en andere grote zomerevenementen komt er woensdag duidelijkheid. Dat zei Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon vanmorgen tijdens een online vergadering van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Ik denk dat er woensdag wel een beslissing zal genomen worden over de evenementen. Terecht, zoals u zei, misschien niet helemaal tot eind augustus al direct, maar zeker wat de juli-evenementen, juni- en juli-evenementen betreft en festivals en weet ik veel wat, denk ik dat er woensdag wel een besluit over zal genomen worden. Ja, woensdag weten we dus meer over hoe lang we dit nog moeten volhouden. De motivatie van de Vlaming om zich te houden aan de maatregelen is na bijna 4 weken wel aan het dalen. Lichtjes, maar toch. De Universiteit Gent heeft daarover een bevraging gedaan. Ik merk wel zo dat, ja, het is, zeker vandaag, het is mijn verjaardag, dat je zo meer en meer nood krijgt om terug je vrienden en zeker dan ja, je nieuwe familie te gaan bezoeken of om een keer uit te nodigen en zeggen ja, kom allemaal langs voor een brunch of we gaan samen iets gaan drinken om mijn verjaardag te vieren. En toch zal Charlotte haar verjaardag vanavond plichtbewust van op afstand vieren. En ze is zeker niet alleen. 76% van alle Vlamingen staat nog steeds achter de maatregelen. Maar dat is 5% minder dan 3 weken geleden. Vooral jongeren krijgen het lastiger. De groep min 35, daar ligt het percentage lager en die is ook sneller aan het slinken. Vandaag 68% die dus nog overtuigd is van de noodzaak daarvan. Dus dat is toch een stuk lager dan het gemiddelde ook. Om den duur, je let daar ook niet altijd op. In het begin liepen wij ook wel 1,5 meter van elkaar of soms zelfs 2 meter. Maar ja, uiteindelijk, je raakt elkaar sowieso wel een keer aan of dat je nu 1,5 meter afstand neemt of niet. Mensen krijgen het vooral zwaar omdat de maatregelen nu al zo lang duren. En zicht op verandering is er niet echt. Dit echtpaar mist vooral hun achterkleinkinderen. Het zijn kindjes van nog maar 3, 2 en 1. Die gaan ons niet meer kennen. Hè. Daar zijn wij, hebben we schrik voor. Als dat je zo een paar maanden duurt. Ja. Hè? Het ziet er naar uit dat het niet vlug gaat gedaan zijn. Hè. Om te vermijden dat mensen afhaken, is het belangrijk dat de overheid in alle openheid blijft communiceren. Vertrouwen, communiceren, vertrouwen en geloof dat we effectief als bevolking deze crisis de baas kunnen. Een van de mogelijkheden bij een versoepeling van de maatregelen is een app op de smartphone die onze sociale contacten volgt. De expertengroep die zich buigt over de afbouw van de maatregelen bekijkt dat ook, of dat een mogelijkheid is. In Oostenrijk gebruiken ze dat al, in China ook. Maar bij ons zijn er nog veel vragen, vooral over privacy. Uit een recente bevraging blijkt ook dat 4 op de 10 Vlamingen resoluut nee zeggen tegen zo'n app. Een drone die met een warmtecamera aan de kust zoekt naar clandestine campingbewoners. Wie had pakweg 1,5 maand geleden gedacht dat dit bij ons nog zou gebeuren? Privacy, daar moeten we het over hebben. Ook al omdat er volop aan een app wordt gewerkt die mogelijk kan worden ingezet om in kaart te brengen wie besmet is met corona of wie in contact is gekomen met iemand die besmet is. Zo'n app heeft heel wat nodig om goed te kunnen werken. De app moet eerst weten wie besmet is. En die vraag is alvast belangen niet voor iedereen te beantwoorden, want er is op dit moment niet genoeg testcapaciteit. De app kan zeggen of je in contact bent geweest met een besmette persoon, maar daarvoor moet die app je volgen en dat kan op 3 manieren. Via uw gsm-signaal, dus via de zendmasten die u passeert, via de gps van uw telefoon, dat is letterlijk elke stap die u zet. Een meer privacyvriendelijk alternatief is Bluetooth op uw smartphone. Dan wordt alleen geregistreerd bij wie u in de buurt komt. Ik heb wel begrip voor maatregelen die kunnen voorkomen dat we iemand besmetten en dat wij zelf besmet worden. Maar ik vind het in verband met de privacy vind ik toch nogal een kiesje zaak eigenlijk. Ik zou dat zeker installeren. Dat lijkt me echt wel interessant. Zeker omdat je met veel andere mensen ook in contact komt. Als u dan toch moet weten wanneer u wel heel erg veel in de buurt kwam van iemand die met corona besmet is, dan krijgt u een melding. Goed, maar moet je dan in quarantaine? En wat doet dat, zo'n bericht, psychologisch dan met de mens? Al die vragen liggen op tafel bij de expertengroep die ons uit de crisis moet loodsen en die bekijken dat rustig. En dat we ook bekijken, als we voor zo'n systeem gaan, hoe dat optimaal kan samenwerken met al de bestaande structuren. En dat er niet alleen inderdaad aan volksgezondheid gedacht wordt, maar ook aan privacy en aan nationale veiligheid.
China heeft een app die al je locaties en contacten in de gaten houdt, maar wij zijn China niet. In Singapore is het iets privacyvriendelijker, maar daar gebruikt maar 16% van de mensen de app. Heeft het dan wel zin? Oostenrijk begint aan een exit-strategie. Daar is zo'n app al in gebruik. Zeer privacyvriendelijk, beweren de ontwikkelaars. Het kan echt. We gaan niet strenger zijn, we gaan ook niet milder zijn. Het is een gewoon examen. Zoals het anders had doorgegaan, zij het dat het dan nu wat op een andere manier zal doorgaan. Aan de Universiteit Hasselt worden volop examens afgenomen op een andere manier, zoals u hoorde, en dat is via het internet. De universiteit werkt met een systeem waarbij er 10 weken lang bepaalde vakken gegeven worden en meteen daarna kunnen de studenten van die vakken een examen afleggen. Dat systeem houden ze aan, digitaal nu, maar wie liever niet via de computer zijn examen aflegt, mag dat uitstellen tot juni. Jullie laten jullie camera's aanstaan. En dan gaan we zien hoe dat werkt. Hè. Professor Peters en 4 assistenten zien de studenten via hun computer. Maar de studenten zien hen niet. Zij hebben een scherm met examenvragen. Wel, normaal gezien zouden we dus nu in de aula zitten. Dus het alternatief dat we hebben gevonden is een openboekexamen online. En waar we meer inzichtsvragen, redeneervragen gaan stellen en geen zuivere kennis- of reproductievragen zullen stellen. Hoe is de voorbereiding gegaan voor jullie, Valérie? Sinds dat we wisten dat het open boek ging zijn? De universiteit vond dat de examens die ze om de 10 weken organiseren moesten doorgaan. Al hoeven de studenten nu niet mee te doen. Maar de meesten leggen graag zo snel mogelijk hun vak af. Ik had er op voorhand eigenlijk al goed voor geleerd, want dat is net uniek aan het systeem van U Hasselt. Je houdt alles eigenlijk echt wel goed bij. Ze zorgen er ook wel redelijk goed voor. En dan dacht ik van, ik voel me nu klaar om het examen te maken, dus waarom zou ik wachten tot juni? En we zien dat onze studenten daar maximaal gebruik van hebben gemaakt. De meerderheid legt nu ook effectief examen af. En vals spelen is niet makkelijker, want een computerprogramma spoort op wie gekopieerd zou hebben. We gaan toezicht organiseren via nogal een complex systeem. De tweede manier is dat we ervoor gezorgd hebben dat er verschillende examenreeksen zijn. Dus niet alle studenten zullen hetzelfde examen krijgen. Dit is een noodmaatregel, zegt de universiteit. In juni hopen ze op de klassieke manier te examineren. Ik zou eigenlijk een gesloten boekexamen in Hasselt dan toch eerder prefereren. Maar als de echte coronamaatregelen zouden blijven gelden, ziet men het echt wel een goed alternatief eigenlijk. Bpost gaat vanaf maandag meer aanrekenen om pakjes te laten leveren. Bedrijven die een webwinkel hebben, zullen tijdelijk 25 cent extra moeten betalen per pakje. Voor alle duidelijkheid, de prijsverhoging geldt voor bedrijven en niet voor particulieren die een pakje willen versturen. Bpost wordt overstelpt door leveringen en zegt dat het niet anders kan dan de prijs optrekken. Er zijn veel meer pakjes dan in een normale periode. En net zoals in de eindjaarsperiode gaan we aan onze professionele klanten een tijdelijke bijdrage vragen om de extra kosten die erbij gepaard zijn, een fractie daarvan te kunnen dekken. Dat zijn extra kosten in beveiliging, dat zijn extra kosten in personeel. Voor Unizo is dit een heel cynisch pascadeau van Bpost, want eigenlijk op het moment dat het net via e-commerce is dat onze eigen retailers nog een beetje van hun omzet kunnen goedmaken, gaat Bpost het signaal geven dat ze die e-commerce duurder gaan maken. Wij begrijpen die totaal niet. Eigenlijk zou het juiste signaal zijn om net een beetje aan te moedigen en eventueel tarieven te verlagen. Een sector die zwaar lijdt onder de coronamaatregelen is die van de tuincentra. Zij smeken om te mogen opengaan en alle Vlaamse partijen zien dat ook zitten. Normaal gezien worden nu volop perkplantjes gekocht, maar nu staan ze te verpieteren bij de kweker en in de winkel. In de tuincentra gebeurt het ondenkbare. Mooie plantjes worden vernietigd. Ook hier is een deel weggegeven aan rusthuizen, maar wat rest is niet meer verkoopbaar. Bijvoorbeeld als je een plant neemt, die plant zie je, die beginnen eigenlijk uit te schieten, op te schieten, omdat die eigenlijk in de tuin zou moeten geplant geweest zijn. Dat is dus niet gebeurd. Een plant kan maar een bepaalde periode in een pot zitten. Zit die na die periode niet in een bloembak of in de grond, dan krijg je dit verhaal en worden die eigenlijk allemaal slecht. Voor deze man loopt de schade in de honderdduizenden. Hij wil dat tuincentra zo snel mogelijk opengaan. We zijn er volgens hem ook allemaal aan toe. Heel veel mensen die hebben hun tuin herontdekt. Ze kunnen niet op reis. Ze hebben een tuin en ze zeggen, tja, ik heb een tuin, dat wist ik niet eens. Die lopen door de tuin en die gaan eigenlijk actief in de tuin bezig.
En op zich is dat een heel gezonde, goede bezigheid, want de mensen zijn actief. Ze doen aan social distancing en ze bewegen. En eigenlijk is het een heel gezonde bezigheid. Maar u blijft natuurlijk een winkel, hè? En kledingwinkels, schoenenwinkels kunnen net hetzelfde zeggen. Ja, maar dat klopt niet helemaal. Planten is eigenlijk een 100% emotioneel product. En een emotioneel product, dat geeft eigenlijk een goede mentale gezondheid. De aanvoer is verzekerd. Even verderop barst deze serre geranium stilaan uit de voegen. 250.000 plantjes, grotendeels bedoeld voor de export. De kwekers blijven ze verzorgen en blijven hopen. Wij moeten echt kunnen beginnen verkopen, want anders, als het nog langer duurt, moeten wij alles weggooien op de composthoop. Ons geld zit hier ook allemaal in, ons werk, en dat zou echt, echt zonde zijn. En dan een ongewoon beeld voor het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen deze namiddag. Een massale politieontplooiing, maar wel hiervoor. Voor ons zijn jullie de echte helden. Daarom een welverdiend en dik applaus. De lokale politie gaf de zorgverleners een minutenlang applaus, omdat ze zich al wekenlang inzetten in de coronacrisis. Om hen aan te moedigen en te bedanken en omdat ze weten dat de inspanning wellicht nog lang zal duren, was er dus applaus en loeiden de sirenes. En dat deed deugd. Dat is mooi, hè? Dat is emotioneel. Dat grijpt me eigenlijk wel aan, eerlijk gezegd. Omdat het toch na zoveel weken wel wat zwaar begint te worden. Wij zien de tweede golf beginnen komen van patiënten die heel lang heel zware zorgen gaan nodig hebben. En we blijven dat met volle plezier en inzet en enthousiasme doen. Maar het wordt natuurlijk op bepaalde momenten wel wat zwaar. En dan doet zo'n steun eigenlijk toch wel heel veel goed. Hey. Straks brengen we een memorabel moment in de muziekgeschiedenis in herinnering. De dag dat het einde van de Beatles bekend werd, precies 50 jaar geleden. Eerst naar het Verenigd Koninkrijk, waar de voorbije 24 uur 881 patiënten aan het coronavirus zijn gestorven. Daarmee overlijden er deze dagen in het Verenigd Koninkrijk bijna evenveel mensen aan COVID-19 als tijdens het hoogtepunt in Italië of Spanje. Gisteren waren het er zelfs meer. In de stad Birmingham bouwen ze een veldhospitaal. In Wales timmeren ze het Principality Stadion om tot een reusachtig ziekenhuis. En in Londen ging het eerste noodziekenhuis enkele dagen geleden al open. Maar dat betekent niet dat de Britten klaar zijn voor de golf coronazieken die op hen afkomt. De regering doet een beroep op de discipline van de Britten. With the Easter bank holiday coming up, I'd normally spend it with my two boys, 7 and 5 years old, with their grandparents doing an Easter egg hunt. And I know there's going to be lots of people who would normally be planning a family get together or just getting out in the sunshine with friends and loved ones. Unfortunately, right now, we just can't do those sorts of things. De gezondheidstoestand van eerste minister Boris Johnson in de afdeling intensieve zorg is alweer verbeterd, zegt de regering. En de premier is opgewekt. Maar dat neemt niet weg dat de Nationale Gezondheidsdienst op dit moment totaal onvoorbereid is. Regeringsadviseurs verwachten zelf een sterftecijfer van uiteindelijk minimaal 20.000 Britten. Op Piccadilly Circus probeert een metershoge koningin Elizabeth de Britten moed in te spreken. Je vraagt je af voor wie, want de straten van Londen zijn nagenoeg verlaten. Zoals blijkt uit deze video die een fietser enkele dagen geleden maakte. Vrijwel overal in Europa is er op een of andere manier een quarantaine ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Maar één Oost-Europees land doet daar bewust niet aan mee, Wit-Rusland. De leider van de voormalige Sovjet-Republiek, president Lukashenko, vindt veel coronamaatregelen overdreven. Hij laat het gewone leven grotendeels zijn gang gaan. Palmzondag in een Wit-Russische kerk. Er zijn flink wat gelovigen opgedaagd en van enige sociale afstand is geen sprake. Alleen zal er geen processie zijn dit jaar. Сказал Иисусу, что прости нас за это, что в этом году нет крестного хода.
De opkomst in de kerken weerspiegelt de manier waarop de Wit-Russische president Alexander Lukashenko de risico's van de corona-epidemie minimaliseert. Op een kabinetsvergadering had hij nog merkwaardige aanbevelingen voor de bevolking om besmetting te voorkomen. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе. Сходите в сауну сухую. Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. In de straten van de hoofdstad Minsk is het allesbehalve leeg. Van een lockdown of quarantaine is geen sprake. Alleen scholen krijgen wat langer vakantie. De voetbalcompetitie gaat gewoon door. Echt veel fans dagen er niet op, maar degenen die komen zijn zelfverzekerd. Voetbalploeg Dynamo Brest heeft dan weer een originele manier bedacht om supporters te lokken via virtuele aanwezigheid. De foto van wie een kaartje koopt wordt op een bord geplakt en de wedstrijd volgen de fans zelf dan van thuis uit. Wit-Rusland heeft officieel bijna 1500 coronabesmettingen en 16 mensen overleden aan het virus. In Jemen, op het Arabische Schiereiland, lijkt een nieuwe poging tot vrede in de maak. Al 5 jaar vecht Saoedi-Arabië er een bloedige oorlog uit tegen Houthi-rebellen. Maar nu hebben de Saoedi's een staakt het vuren aangekondigd met onmiddellijke ingang. En daarmee gaan ze in op de oproep van de Verenigde Naties om het conflict in Jemen stop te zetten, ook om het coronavirus in de regio aan te pakken. Onze redactie sprak met een hulpverlener in Jemen. Het zijn voorlopig de raketten die mensenlevens opeisen in Jemen. Zo vielen er afgelopen zondag 6 doden bij een raketaanval op een gevangenis. Toch lijkt de strijd tegen het coronavirus nu ook hier voorrang te krijgen. Saoedi-Arabië, een van de belangrijkste partijen in het conflict, schort voorlopig alle militaire operaties in Jemen op. De Saoedi's willen naar eigen zeggen hun aandacht richten op politieke onderhandelingen, maar ook en vooral op het gevaar van het coronavirus. Officieel zijn er nog geen besmettingen genoteerd, maar daar is een verklaring voor, zegt een hulpverlener van Oxfam. Of het bestand vrede zal brengen in Jemen, blijft een vraagteken. Vooral omwille van de buitenlandse inmenging. Zo wil Saoedi-Arabië dat de regering weer aan de macht komt, terwijl Iran de macht van de Houthi-rebellen op het terrein verstevigt. 5 سنوات من الحرب أثرت عليه كثيرا هناك يعني قرابة 4 مليون من النازحين وهم يعني بحاجة إلى الكثير من الاحتياجات من ضمنها الوصول السليم إلى الخدمات الأساسية مثلا إلى الماء إلى الصحة. In de Verenigde Staten vechten ze momenteel hard tegen het coronavirus, maar ook politiek beweegt daar wat. Nu Bernie Sanders zich heeft teruggetrokken als presidentskandidaat voor de Democraten, zijn alle ogen gericht op Joe Biden. In een eerste reactie had Biden lovende woorden voor zijn voormalige rivaal. He's inspired and energized millions of supporters, especially young voters, to join him in championing a progressive vision for our country. And he didn't just run a political campaign, he created a movement. And that's a good thing for the nation and for our future. Biden had in zijn videoboodschap ook bedekte kritiek inzake de coronacrisis op zijn toekomstige tegenstander in de presidentsverkiezingen van november, Donald Trump. One additional tragedy of this crisis is how much pain could have been avoided with swift decision action and decisive action. This is a challenge that requires leadership. It requires transparency. And it requires urgency. De Amerikaanse president van zijn kant hoopt dat veel aanhangers van Bernie Sanders nu naar zijn kamp zullen overlopen. Een beetje merkwaardig op het eerste gezicht, gezien het radicaal linkse karakter van Sanders. Last time we got a tremendous percentage of Bernie people, and I think they voted for me largely because of trade, because Bernie and I agree on trade. We agree that the United States has been ripped off by virtually every country they do business with. En Trump maakte van de gelegenheid gebruik om zowel zijn voorganger Barack Obama als Joe Biden te schofferen. It does amaze me that President Obama hasn't supported Sleepy Joe. It just hasn't happened. When's it going to happen?
When is it going to happen? Why isn't it? He knows something that you don't know. That I think I know, but you don't know. We duiken nog eens in ons archief, want vandaag, 50 jaar geleden, lekte uit dat de Beatles gesplit waren en dat ze nooit meer samen muziek zouden maken. Het nieuws sloeg in als een bom. Er waren wel voortekenen geweest, maar veel fans konden of wilden het niet geloven. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Op 9 april 1970 krijgen Britse muziekjournalisten een promo-exemplaar in de bus van de eerste solo-LP van Beatle Paul McCartney. Met een perstekst waarin hij vertelt dat er geen plannen zijn voor nieuwe Beatles-platen en dat hij geen liedjes meer maakt met John Lennon. Het definitieve einde dus van de Beatles. De Beatles hadden 8 jaar de muziekwereld gedomineerd. Ze hadden vanuit Engeland ook Amerika en de hele wereld veroverd en de popmuziek grondig veranderd. Met tientallen hits en een tiental LP's. Op het moment van de split stonden ze op nummer 1 met de single Let It Be. Lennon was de eerste die zijn soloprojecten aan de wereld presenteerde. Eerst met de Plastic Ono Band. En 50 jaar geleden had hij net weer een grote hit met Instant Karma. Bij John Lennon was zijn vrouw Yoko Ono heel aanwezig. Bij Paul McCartney werd de invloed van zijn vrouw Linda groter. Veel Beatles-fans zien hen en vooral Yoko als de oorzaak van de split van de populairste muziekgroep ooit. Wellicht ging het ook gewoon om 4 groepsleden die meer individueel gingen denken over muziek. In het jaar na de split stonden de 4 Beatles al elk apart in de hitparade overal ter wereld. Straks tonen we beelden van hoe het leven er bij ons aan toe gaat momenteel in volle coronacrisis. Onze ploeg rijdt 10 dagen lang dwars door België. Ze capteren de stilte en de rust, maar ook hoe we anders leven nu. Vandaag in Aalst en Brussel. Eerst het sportnieuws. Eddie, ja, in het voetbal liggen de wedstrijden en de trainingen allemaal stil. Maar er is vandaag wel veel gezegd en geschreven over een beslissing van de licentiecommissie gisteren. Ja, het was dan ook du jamais vu, die beslissing van de licentiecommissie. Nooit eerder namelijk hebben maar liefst 7 profclubs in eerste zit geen licentie gekregen voor volgend seizoen. 3 daarvan zijn ploegen uit 1A. Dat topclub Standaard, 1 van die 3 is, dat is toch wel een grote verrassing. Hoewel dat ze in Luik stevige financiële problemen hebben, dat was eigenlijk al een tijdje duidelijk. Er waren al een paar tekenen dat het financieel toch een beetje moeilijker ging. Er was de verrassende verkoop van de topschutter Aimon. In volle strijd om play-off 1 en Poco moest ook vertrekken. Er was zelfs op een bepaald moment sprake naar aanleiding van de topper tussen Standaard en Club Brugge en de klachten over het patattenveld, zoals dat toen heette. Dat Standaard die kostte dan toch maar liever niet deed die paar honderdduizend euro. Dat zijn toch allemaal tekenen die erop wijzen dat de financiële toestand van de club toch niet geweldig rooskleurig is geweest. Ja, de vermoedens waren er al en worden nu op harde wijze door de licentiecommissie bevestigd. Laat tijdig betaalde tekenpremies en vooral een serieus gebrek aan beschikbaar geld. En hoewel Standaard overtuigd is dat het zijn gelijk zal halen voor het BAS en boos is over de imagoschade, de financiële problemen vallen niet te ontkennen. Wel ja, als je kijkt dat Standaard op het einde van vorig kalenderjaar een negatief netto bedrijfskapitaal had van 14 miljoen, dan zijn dat geen rooskleurige cijfers. Ook daar zeggen zij dat dat te maken heeft met transfergelden die nog moeten komen. Maar dan heb je toch de indruk dat Standaard wat verder is gesprongen dan de stok lang is. En als je dan kijkt inderdaad dat ze toch de tering naar de nering moeten zetten, dan lijkt het erop dat Standaard, net als Anderlecht, het is hetzelfde verhaal, hoge spelerslonen, dat Standaard de voorbije jaren toch wat boven zijn stand heeft geleefd en dat het misschien inderdaad wel moet terugschakelen om een gezonde, rendabele club te blijven de komende jaren.
Logische vraag dan, wat met de ambities en bijgevolg de toekomst van deze immer ambitieuze trainer? Michel Preud'homme is naar Luik teruggekeerd om de titel te pakken. Wat als Standaard zijn status van topclub verliest? En als nu zou blijken dat Standaard de komende jaren het financieel toch minder breed heeft, dat het toch een beetje de broekriem moet aanhalen en dat het op die manier niet kan concurreren met de echt wel gezonde clubs in ons voetbal op dit moment, Club Brugge, Racing Genk, AA Gent, ja, dan vraag ik me af of Michel Preud'homme nog de motivatie zal vinden, de ambitie zal hebben om nog langer trainer te zijn van Standaard de komende jaren. Stel je voor, de verwachting is wel dat het met de licentie van Standaard nog wel zal goedkomen, maar voor de andere 6 bedreigde ploegen durft niemand zijn hand nog in het vuur te steken. Volgens sporteconoom Trudo de Jonge biedt deze nooit geziene crisis in ons profvoetbal ook mogelijkheden. Ze effent namelijk het pad naar een meer leefbare competitieformule met nog 18 profclubs in plaats van de huidige 24. Sporteconoom Trudo de Jonge is niet verbaasd dat er ook nu weer een racemclub hun licentie niet krijgt. Wat je nu ziet is een beetje een economische uitzuivering, want volgens mij zijn er al 20 jaar te veel professionele voetbalclubs in ons land. Voor alle duidelijkheid, dit zijn de 7 clubs die geen proflicentie hebben gekregen. Al kunnen en zullen zij nog in beroep gaan bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Het is een soort herdeliberatie met dezelfde cijfers, waarbij men dan eigenlijk veel lakser delibereert. Ik denk wel en ik hoop dat Standaard normaal gezien wel zijn licentie zal krijgen. Ja, en voor alle andere clubs vrees ik een beetje, want zelfs al krijgen ze hem, wat is hun levensvatbaarheid op lange termijn? 2 reekse profvoetbal, zoals 1A en 1B nu, is niet meer haalbaar. Als je nu de huidige situatie bekijkt, dan denk ik dat 1 reeks van 18 levensvatbaar zou zijn. En dat zal spijtig zijn voor de clubs die uit de amateur liga komen nu, want die zijn volgens mij niet levensvatbaar in de hoogste afdeling. Ja, dat zou dan slecht nieuws zijn voor bijvoorbeeld Deinze, dat kampioen is in de eerste amateurafdeling en normaal dus promoveert naar de eerste klasse B. Maar die eerste klasse B is een puinhoop. Maar liefst de helft van de ploegen in 1B krijgt namelijk geen licentie. Roeselare is een van die 4 ploegen. Daar worden de spelers al maandenlang niet meer betaald. Ze zijn sinds de coronacrisis ook technisch werkloos. Doelman Wouter Biebouw voetbalt met zoon Lief in de achtertuin. Biebouw is in totaal al 10 seizoenen sluitstuk bij SV Roeselare. En nu wacht hij al maanden op zijn loon. Sinds kort krijgt hij een uitkering als technisch werkloze profvoetballer. Maar ja, uiteindelijk voor ons hebben we dan uiteindelijk wel iets in de maand. Maar ja, dat betekent ook dat we maar een deel van ons loon krijgen wat we normaal hadden. Nee. Maar ergens ja, begrijp ik dan de club op dat moment wel, omdat de club sowieso al in moeilijk vaarwater zat. We zijn al eens een week failliet verklaard geweest. En uiteindelijk is dit allemaal geen verrassing geweest. Want we hebben toen ook altijd gezegd van ja, hoe gaat het zijn de laatste maanden van het seizoen. En kijk, ja, alles blijkt ook uit te komen. Net als Wouter Biebouw is ook Jens Naessens eindecontract bij SV Roeselare. Allebei zijn ze ervan overtuigd dat de competitieformule in de op 1A hoogste voetbalklasse niet langer leefbaar is. Een beetje de chroniek van een aangekondigde dood, denk ik. Dat loopt op zijn einde, die 1B, denk ik. We hebben het altijd gezegd dat geen, ten eerste voor de spelers vooral geen aangename formule is om 4 keer tegen elkaar te spelen. Moesten we nu de play-downs gespeeld hebben tegen Lokeren, ging dat 10 keer tegen elkaar zijn in hetzelfde seizoen. Uiteindelijk zit daar eigenlijk niemand op te wachten. De clubs hebben het heel moeilijk, hè. Dat ziet je ook wel. Hè. Veel buitenlandse investeerders die dan ja, gewoon de stekker eruit trekken en dan staan de Belgische clubs daar, zoals bij ons nu. Zeker in de sportwereld worden veel clubs een aantal jaar terug in de tijd gezet. Net als dat veel bedrijven zo zullen ervaren, denk ik. En in de sport is het misschien tijd om even stil te staan en dan geen te drastische beslissing misschien te nemen. In Engeland heeft een aantal bekende voetballers zich verenigd om via een fonds geld te doneren aan de gezondheidszorg. Ook rode duivels als Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen doen mee. De profclubs in Engeland willen ook dat hun spelers 30% van hun loon inleveren aan de clubs om kosten te besparen. Maar de spelers willen ook dat geld liever rechtstreeks storten aan de gezondheidszorg. In Spanje, bij Real Madrid, wordt er wel ingeleverd aan de club. Courtois, Hazard en hun ploegmaats, maar ook de basketters, de trainers en de bestuursleden leveren minimaal
10 en maximaal 20% van hun jaarloon in. Opgeteld is dat 50 tot 100 miljoen euro. Daardoor kunnen de honderden andere werknemers van de club gespaard worden. Ook de Internationale Wielerunie ontkomt niet aan de gevolgen van de crisis. De 130 werknemers van de UCI worden volledig of gedeeltelijk op technische werkloosheid gezet. De UCI heeft al meer dan 650 aanvragen binnen van organisatoren voor uitstel of annulering van evenementen. Facebook Lives die gaan wel gewoon nog door, Annelies, want dat is vanuit hun kot. Ja. Nu Nina Derwaal vanavond, 8:30. Oké, dankjewel, Eddy. En wij sluiten af met onze tocht door België, met impressies van het leven tijdens corona en de vraag hoe we ons aanpassen aan dit leven. Vandaag de vierde etappe van Aalst naar Brussel. We rijden van de Pannen aan Zee naar Signal de Boutrange, helemaal in het oosten van het land. Vandaag starten we in Aalst en gaan naar Brussel. Het centrum van Aalst, het is geen verrassing meer, ligt er verlaten bij. Maar in dit danscafé wordt hard gewerkt. Eigenlijk een ideaal moment in de coronacrisis eigenlijk voor de zaken een beetje op te fleuren, te verven, elektriciteitswerken, om de verveling tegen te gaan. De inkomsten voor u nu zijn gewoon... 0,0. 0,0. Niks. Volledig niks. Dat is een serieuze streep door uw rekening. Ja. En ik denk bij velen. Wanneer gaan we hier terug kunnen komen dansen? Ik schat ten vroegste 30 mei. Langer zou fataal zijn. Het is bijna Pasen, maar chocolade is vooral een cadeau nu voor een specifiek doelpubliek. Chocolade is een ideaal cadeau voor de dankbaarheid te tonen. Wat dat enorm opvalt, is vooral aan dokters en verpleegsters, omdat ze heel dankbaar zijn, de mensen, voor de verzorging die ze leveren. En dus ja, in de coronacrisis zijn dat toch wel de meest hulpverlenende mensen. En daarvoor worden er hele grote pakketten zelfs geleverd aan huis. We laten Aalst achter ons en zoeken de rust van de natuur op. Wij doen 4 markten per week. En nu ja, mogen we tijdelijk niet naar de markt gaan. Dus dat is wel een inkomensbron dat wegvalt. De coronacrisis doet mensen zeker lokaler kopen. Ze gaan lekker wandelen, ze passeren. En zo ontdekken ze je opnieuw. En je probeert jezelf te beschermen door ja, handhygiëne, een scherm in de winkel. En dan gewoon ja, doordoen, hè. Zoals elke zelfstandige, denk ik. We rijden naar een van onze belangrijkste toeristische attracties. Maar vandaag is er geen enkele interesse. Tot er plots meerdere camera's tegelijk opduiken. Ik ben momenteel bezig voor de stad Brussel met het opnemen van 360 graden beelden. De stad Brussel gebruikt die beelden eigenlijk vooral voor inventarisatie. Historische beelden maken we zeker. De straten zijn leeg. Mensen lopen met mondkapjes. Ze worden weliswaar anoniem gemaakt in de beelden. Er staan lange rijen aan de winkels. Ik zou het zelfs hallucinant willen noemen. Hallucinant, dat vat onze reis tot nu perfect samen. Morgen pikken we weer in, hier in Brussel. Het weerbericht heb ik nog. Vannacht zijn er weinig of geen wolken. Lokaal kan er wat nevel opduiken, minimaal tussen 6 en 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, droog en warm lenteweer. We halen zo'n 21 graden. We hadden het vooraan in dit journaal over de woonzorgcentra. Het water staat hen aan de lippen in deze coronacrisis. Er is nu wel een actieplan opgestart om de situatie te verbeteren in de rusthuizen. Maar vandaag liep het toch mis met de testkits waar ze zo lang op gewacht hebben. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Rinka, diep genoeg, naar van achter, paar keer draaien en terug. Deze is eigenlijk de dunne die je diep in de neusholte kunt steken. En deze wisser is heel wat dikker en dient dus voor in de keel te steken. Het type staalname dat geleverd is, is een dikker type. En als je dat diep in de neus brengt van de mensen, dan kan dat pijnlijk zijn, kan dat ook bloedingen veroorzaken. Het is zeker niet zo dat artsen onachtzaam te werk zijn gegaan. Maar hier en daar zijn de tests dus wel verkeerd gebeurd met die bredere wissers die enkel bedoeld zijn om die test te doen in de keel. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.